Come on, Bonnie. Going back to the corner where I first saw you. Gonna can't be my sleeping bag, I'm not gonna move. Got some words in the cardboard, got your picture in my hand, saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Some try to hand me money, they don't understand. I'm not broken, I'm just a broken-hearted man. I know it makes no sense, what else can I do? How can I move on when I'm still in love with you? Cause if one day you wake up and find that you're missing me, and your heart starts to wonder where undeserved I could be, thinking maybe you come back to the place that we meet, and you see me waiting for you on the corner of the street. So I'm not moving, I'm not moving. Yeah. I'm not moving, I'm not moving. Going back to the corner where I first saw you. Gonna can't be my sleeping bag, I'm not gonna move. Zal ik uw gitaar aanpakken? Of helpt dat? Zijn gitaar gaat niet vallen, zegt vast. Jawel, 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 jawel. Een goede rode is het begin van alles. Oké, we doen even zo. Oké, dat is goed. Ja, dat komt allemaal goed. Hoe heet jij? Ik heet Bonnie van Aussen. Ik kom van Antwerpen. En ik ben 19 jaar. Dus... Bonnie, ik ga terug naar daar. Ik geef je terug naar de gitaar. Dank je wel. Oké, graaf. Steve, ja, dag en dag. Dat zijn de trucken van de voer dat je aan het toepassen. Nee, ik ben een natuurlijke rode, dat moeten we weten. Dus, Maar dat maakt geen goede coach, hè? Ik bedoel, een natuurlijke rode. Bonnie, daar ga ik het helemaal niet over. Er is iets, hè? Ja, wat is er, jongen? Vertel het. Wil je iets vertellen? Nee, ik zie gewoon. Het is gewoon wat veel. Ik zie gewoon gelukkig. Wacht. Jij moet gewoon gekruffeld worden. Even een keer. Goed, diep ademen. Het is uw moment, jongen. Pak het ervan. Ik denk dat we beter zijn. Ja. Alsjeblieft. Schoon, hè? En een Maar vertel wat je voelt gewoon. Wat is gewoon, ik zing gewoon kei blauw. Maar ik ben heel emotioneel, dus dat er iets gebeurt. Well, dus ik helemaal in euforie. En, Ik moet eerlijk zeggen, dat heb ik dus gemerkt dat je emotioneel zit, want je pakt me gewoon direct mee. En het was gewoon zo de flow, alles vloeide natuurlijk. En ik was gewoon echt helemaal gepakt. En ik moet eerlijk zeggen, die stoel draaide en ik verschoot eigenlijk. Want je hebt ook een behoorlijk androgyne stem eigenlijk. Ik wist het niet. Is het een man, is het een vrouw, is het een zwart, is het een blank? Ik had echt geen flauw benul. Laat hem zeggen, hij zegt vrouw. Hij begint over hele rare dingen. Bonnie, amai. Ik vond het van de eerste noot echt... Ja, dat was recht bonkop. Ik heb wel gehoord dat je heel zenuwachtig waart. Als je opkwam, hoorde je ademen in de microfoon. Beetje laat. Maar dat maakt niet uit. En ik vind dat een ongelooflijk privilege dat we u hier nu op het podium kunnen hebben. En ik zou het nog een groter privilege vinden als ik met u mocht samenwerken. Dank je wel. Ik ga ook het moeilijk hebben nu. Ik denk, Bonnie, dat je iemand bent die sowieso op zijn gevoel zal kiezen, want je bent duidelijk een gevoelsmens. Ja. Dus ik hoop dat je voor mij kiest. Het is heel, heel straf. En je weet hoe het zit. We willen alle vier heel graag met je werken. Het is aan jou. Dus ik moet nu een keuze maken. Inderdaad. Dan ga ik toch... voor de goal gaan. Yes, baby! Yes! 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 Yes, Bonnie! Wauw, dat is wat te zien. Zalig gewoon.
zalig. Ik weet dat iedereen Bonnie in zijn team zou willen. Ik kan zeggen dat hij bij Team Koen hoort. Dus ik heb daar echt hoge verwachtingen voor. Het is waarschijnlijk een momentje.